Een hele goedemiddag en welkom bij de sessie van Cloud. In dit geval gemodereerd door Danny Friedman van Dutch IT Channel Executive People. Met een aantal hele interessante sprekers vandaag. Martijn Koomen, Harald de Wilde, Albert Lenting. Maar voordat we even gaan starten, geef ik even het woord aan de hoofdredacteur van Dutch IT Channel, Wietold Kopensky-Wietold. We hebben vandaag een onderwerp te pakken, Cloud Connectivity en Networking Trends. Waarom is dit ook voor jou weer zo'n belangrijk thema om vandaag even hierbij stil te staan? Al heel lang bekend is dat netwerk eigenlijk het platform is. En zeker door COVID-19 is gebleken dat goede connectiviteit tussen bedrijven en ook tussen cloud en IT service providers heeft tot geleid dat er gewoon veel mensen gewoon goed thuis kunnen werken. Zeker in Nederland, veel breedband. En ik denk dat het zeer actueel is om te kijken om de next step te doen voor veel bedrijven en ook overheden. Hoe ze met innovatieve netwerktechnologie, interconnectiviteit, maar ook cloud services de next step kunnen doen om de digitale workplace van de beste tools en services te voorzien. En ik denk dat de infrastructuur gewoon ontzettend belangrijk is. Het is ook commercieel ook interessant, zeker voor de IT-industrie, voor de leveranciers, voor de distributeurs, de IT-dienstverleners, maar ook heel belangrijk voor de IT-beslisser, die altijd gewoon een goed platform, netwerk nodig heeft om goede business te doen en toekomstbestendig te blijven. En vandaar ook deze ronde tafel. En ik wil jullie nogmaals bedanken dat jullie meedoen hiermee. Ja. Fijn dat je er ook fijn dat je er even blijft vandaag. Martijn Koyman, wij kennen elkaar goed. We hebben elkaar in de afgelopen jaren ook vaak fysiek gezien, Martijn. Dit keer digitaal, virtueel. Voor degenen die toch Equinix niet kennen, dat kan ik me haast niet voorstellen in deze wereld, zou je toch even kunnen stilstaan bij wie jij bent en met name ook even het Equinix doet, Martijn. Ja, natuurlijk. Martijn Koorman, commercieel verantwoordelijk in Nederland voor de operationele activiteiten van Equinix. Richt op mij daarbij met een team op met name klanten die in Nederland gevestigd zijn, die wij helpen op ons platform in het buitenland. Anderzijds ook internationale bedrijven die vestigingsplaatsen zoeken in Nederland voor hun digitale infrastructuur. Equinix positioneert zichzelf als the world's digital infrastructure company. En wat wij eigenlijk proberen te bouwen is een plek waar bedrijven hun digitale transformatie op een global manier kunnen laten plaatsvinden, op een consistente manier, waarbij ze de waarde kunnen vinden van de bedrijven die binnen onze datacenters aanwezig zijn, samen eigenlijk platformen te bouwen waarop die transformatie plaatsvindt. Dus wij brengen eigenlijk klanten en business partners bij elkaar binnen onze datacenters. Daar hebben we dienstverlening tussen lopen, eigenlijk op basis van interconnectie, zoals wij dat noemen. Dat gaat over connectiviteit, het uitwisselen van data en op een consistente manier. En wij bieden allerlei services om dat zo eenvoudig mogelijke manier mogelijk te maken. We richten ons op met name enterprise. Public sector is een hard groeiend segment van onze business. Traditioneel cloud en IT en de networking partijen zijn ook een groot deel van onze klantenbestand. Ik moet zeggen, public sector is echt een harde groeier, zeker in deze tijden van COVID-19. Dat daar echt transformatie versnelt. En vind ik ook zeker gezien de partners aan tafel vandaag ook interessant om verder te praten. Partners zoals Cisco, de Lindes, de TCS, dat zijn de partners waarmee wij over het algemeen proberen dit soort infrastructuren te versimpelen voor partijen en het terug te brengen naar wat meer gestandardiseerde technologie die ze echt verder helpt in hun transformatie. Ja. Equinix is slechts het platform waarop het gebeurt. Equinix heeft de ambitie om partijen bij elkaar te brengen op dat platform. Daar zijn we heel actief in. Maar de totaaloplossing die is altijd samen met de partijen die hier aan tafel zitten. Niet specifiek alleen deze natuurlijk, maar dit zijn een mooie voorbeelden van een aantal van onze partners waar wij werken. En daarom, zonder partijen zoals deze aan tafel heeft Equinix geen propositie naar de eindloop. En daarmee is het voor ons cruciaal. Harold, zou jij je kort kunnen voorstellen vanuit je eigen organisatie? Natuurlijk, Danny. En dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Harold de Wilde. Ik ben binnen Cisco Nederland verantwoordelijk voor ons Enterprise Networking portfolio. Dat is eigenlijk het portfolio waarin de markt, denk ik, Cisco het beste kent. Namelijk daar waar we connecten via wifi op de campus uiteindelijk naar een WAN-architectuur toe. Maar vanuit Cisco doen we natuurlijk veel meer dan dat. En waar wij ons op richten is precies waar ons logo voor staat, is bruggen bouwen. En die brug ging in eerste instantie in de jaren 80 natuurlijk om het bouwen van het internet zelf en zorgen dat we wereldwijd met elkaar verbonden raakten. En dat is met name in deze tijd zich door gaan ontwikkelen naar
een brug die zich bezighoudt met hoe gaan we zorgen dat de dienstverlening, waar die ook draait, of dat nou de cloud is, naar een gebruiker, wie of wat die ook is en waar die ook maar is, op een veilige manier gebracht kan worden met behoud van een goede experience. Want dat is uiteindelijk de randvoorwaardelijkheid voor digitalisering. Fijn dat je er bent, Harold. Albert van Telindus, zou jij ook nog kort kunnen voorstellen? Ja, dank ook Harold en Martijn. Mijn naam is Albert Lenting, ik ben de enterprise architect binnen Telindus. Ik help met klantvraagstukken, maar ook interne vraagstukken van networking, security en cloud. Om eigenlijk de hele transitie en de digitale versnelling handen en voeten te geven. Dus heel concreet maken van welke stappen gaan we eerst nemen, naar welk resultaat wil je werken. En ook de wendbaarheid die iedereen zoekt en met name dan nu de maatregelen van nou, hoe werk je nu en hoe hou je het werkend als iedereen thuis in zijn bubbel zit. Wij zitten nu ook allemaal thuis. Ja. En dat is heel anders. En gelukkig hebben we een lange staat van dienst met onze partners zoals inderdaad Cisco en Equinix. Om aan te geven van hoe kun je nou in alles als alles anders moet. Met de radicale informatiestromen die anders gaan. Hoe stippel je nou eigenlijk een foolproof route uit? Hoe zorg je dat alles blijft werken? Dat je eigenlijk geen fouten meer kan tolereren, maar vooral ook geen data meer kan lekken. En dat is waar we trots zijn op eigenlijk het resultaat. En ook eigenlijk onze collega's en onze partners. Dus dat het ons in deze tijden goed lukt. En zelfs ook met klanten nog heel veel grote aanpassingen door te voeren. Is de publieke sector, zoals Martijn ook aansprak, ook voor jullie een hele belangrijke groeimarkt gebleken, Albert? Correct. Niet alleen nu, maar die zijn al een tijd bezig met het plannen van hun veranderprocessen. En dat met name ook op hun infrastructuur. Nieuwe mogelijkheden. En dat is niet alleen in cloud, maar dat gaat ook naar de kantoorlocaties. En nu zie je weer een enorme ommezwaai van waar de mensen werken, meer thuis. En dat moet toch allemaal veilig blijven. En de maatregelen die getroffen worden. Daar zien we dus dat ook de grootzakelijke markt is in beweging. Maar we zagen eigenlijk al de enterprise daar een beetje achterlopen ten opzichte van de publieke sector. Interessant. Dank je. Ook fijn dat je er bent, Albert, vandaag. Martijn, ik ga toch even terug naar jou. En ook eigenlijk even naar Wietold. Maar ik begin even bij jou, Martijn. Deze pandemie waar we in zitten, die creëert ook nieuwe kansen. Het creëert ook kansen voor je organisatie, maar heeft ook impact op langetermijntrends. Als je kijkt naar het huidige tijdsbeeld, anno Q4 2020, zien jullie belangrijke shifts in trends waar jullie nu al over op aan het anticiperen zijn? In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat in bepaalde segmenten, sectoren, en dan doe ik toch met name ook inderdaad de public sector, maar ook wel in de cloud en IT-wereld, 2-3 jaar aan transformatieprojecten is gecomprimeerd in 3-4 maanden. En dus er zijn allerlei projecten die zijn gaan lopen omdat nu het moment is. En soms is dat zijn dat offensieve zaken geweest van het moet nu daadwerkelijk gaan gebeuren. En soms zijn het projecten geweest of die lopen waar eigenlijk het moment nu is ontstaan. Je kunt je voorstellen dat er bepaalde systemen in de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld nog nooit zo rustig hebben gedraaid en nu rijp zijn om daadwerkelijk eens en voor altijd goed neer te zetten voor de toekomst. Het is een bijzondere situatie waar we in zitten. Maar daar hebben we wel mee te maken. En dan heb je het over bedrijfssystemen. Maar als je het meer hebt over natuurlijk dat de workforce tegenwoordig volledig gedistribueerd is. Dus voorheen ging alles centraal en nu is het decentraal. De datastromen gaan de andere kant op. Ja, dat raakt eigenlijk elk bedrijf met de medewerkers die thuis zitten. En zeker als het op globaal schaal gebeurt. De uitdagingen rondom security die dat met zich meebrengt. Die zijn natuurlijk immens. Ja. Dus ja, wij zien dat op verschillende segmenten gebeuren. We zien wat wij noemen de digital leaders. Zien wij, dat zijn bedrijven eigenlijk die voorop lopen in hun industrie als het gaat om digitalisering. Die zien wij vaak verder versnellen op dit moment. We zien ook wat wij voorheen wat meer zeg maar de laggards zouden hebben gevonden. Die zien wij ook in rap tempo inhaken eigenlijk. En daartussenin zit het segment service providers die dat eigenlijk mogelijk maakt. En ook die zijn bezig met het uitbreiden van hun capaciteit. Denk maar het platform wat wij hier gebruiken.
Zoom is een onderdeel van Equinix. Je kunt je voorstellen dat de afgelopen maanden er behoorlijk wat extra capaciteit is bijgespijkerd. En dat is slechts één van de voorbeelden van de software en applicatie die wij elke dag nu, zeg maar, vanuit ons thuiskantoor tot ons nemen. Dus ja, dat zijn dingen die we hebben zien gebeuren de afgelopen maanden en waar we eigenlijk geen eerder een verdere versnelling zien de komende tijd dan een afname. Dus ja, dat zijn voor ons absoluut wel hele belangrijke trends die we nu zien gebeuren. Pieter, ja. herken je deze trends vanuit jouw hoofdredacteurrol? Voordat de COVID-19 opeens op ons afkwam en nogal impact heeft achtergelaten, bestond al heel veel technologie, was er al klaar voor, maar het werd altijd vooral bijvoorbeeld rond thuiswerken. Via vergaderen, het werd gebruikt, maar het was meer een ding van oké, het is er. En uiteindelijk heeft het toe geleid dat COVID-19, die digitale transformatie en ook digitalisering gewoon veel sneller gaat. En ook kan versneld. En het kan ook veel sneller, want heel veel dingen zijn software-defined. Kijk maar ook, als ik al het mag bamen, Cisco heeft WebEx, dat bestaat al een tijdje. Maar daardoor kunnen honderden, duizenden mensen ook in de overheid, bij de Belastingdienst en bij andere overheidsinstellingen opeens gewoon met elkaar video vergaderen. Dus het is gewoon mogelijk dat je gewoon met software toepassingen in de cloud kan werken. Maar dat heeft natuurlijk wel aan de andere kant goede infrastructuur nodig. Dus ik behaam me volledig daarin. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel aspecten wat we ook zo meteen kunnen bespreken rond security, kennisniveau. En je hebt gewoon nu te maken met tienduizenden kantoortjes in het land die erbij zijn gekomen. Ja. Naast je hoofdkantoor die je moet faciliteren. Ja. Albert, ik ga even naar jou. Ja. Datacenters zijn een hele belangrijke speerpunt voor ons land. Om ook competitief te blijven. Om dat concurrentievoordeel te behouden. Als je kijkt naar de rol van een datacenter zoals Equinix, ook in de hub in Nederland. Hoe belangrijk is het voor jullie dat jullie mee worden genomen in de afwegingen om informatie te delen tussen die datacenters? Ik noem even het woord interconnectiviteit. Zijn dat onderwerpen waar Telinus bij betrokken is? Gelukkig wel en ook steeds meer. Met name eigenlijk het digitale fundament, waarbij Martijn al aangaf, er zijn steeds meer toepassingen wat gecentraliseerd is, maar wat eigenlijk door de eindgebruikers op veel meer andere plekken wordt gewerkt. En ons advies is ook altijd om heel goed te kijken naar welke data staat nou waar. En tussen de datacenters van je eigen datacenter vanuit een eigen omgeving, die dus naar een cloud-omgeving gaan. Daarmee wil je niet gelimiteerd worden in bandbreedte. En je wil ook niet eigenlijk de gegevensstromen zomaar over straat laten rollen. Dus de aanpak die wij hebben is dus dat wij heel fundamenteel naar dat fundament kijken. En dus daar ongelimiteerde bandbreedte mogelijk maken en geavanceerde encryptie aanzetten op laag 1. Klinkt heel technisch, maar het is heel logisch. Dus dat alles wat je op hogere lagen doet, gaat langzamer. En zo bouwen wij eigenlijk een digitale strategie op, waarbij security voorop staat en met name gedreven een aantal jaren terug door de wetgeving waar Nederland voorop liep met datalekken. Meldplichtdatalekken en nu de GDPR. En je ziet dus dat het uitbouwen van zo'n digitaal fundament, dat vereist wat kennis en zeg maar denkkracht van waar sta je nu en waar wil je heen? En daar begeleiden we klanten. Ja. Brengt ook wel een heel mooi bruggetje meteen naar jou, Harold. Een van de opmerkingen die Wietold net maakte, is natuurlijk dat wij eigenlijk door corona miljoenen huishoudens erbij hebben gekregen die eigenlijk allemaal lokale ondernemers zijn geworden. En die kunnen eigenlijk alleen maar functioneren door dit krachtige netwerk, die interconnectiviteit die we hebben als land. Daar hebben jullie een bijzondere rol in. Hè? Jullie spelen ook mee op nationaal niveau als het gaat om de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Maar ik ga dan toch, denk ik, dit gesprek eindigen met een vraag, denk ik, aan jou, Harold. Die is zodanig open, maar niet onbelangrijk, dat innovatie en dat networking gedeelte in de markt. In hoeverre zijn jullie adaptief kunnen meegaan met die ontwikkeling nu, kijkend naar corona en alles wat er omheen heeft gespeeld? Kan je daar iets over uitweiden, Harold? Ik kan er anderhalve dag over vullen, denk ik. Maar omwille van de tijd. Ik denk dat Wietold dat eigenlijk in het begin al goed gezegd heeft. Hetgeen wat we doen en waar we nu in terechtkomen en versnellen, is in principe niet nieuw.
We hebben in principe onze technologie en het totale portfolio en fundament al klaarstaan om te kunnen schalen in een digitalisatieniveau waar we nu in zitten. Waar, waar Martijn ook naar refereerde. We zijn eigenlijk in 2, 3, 4 maanden de digitalisatieslag gemaakt die we misschien anders in 3, 4 of misschien wel 5 jaar gemaakt hebben. We kijken inderdaad naar thuiswerken of zorgen op afstand of thuis les krijgen vanuit educatieve instellingen. Maar de onderliggende technologieën waren daar en zijn doorontwikkeld om dat te kunnen faciliteren. En ja, natuurlijk zullen wij ook moeten schalen als het gaat om capaciteit om WebEx te ondersteunen. Nee, als je miljoenen videogebruikers op high quality moet ondersteunen. Kijkend naar de netwerken en cloud architecturen zie je dat we sowieso op een software-defined portfolio zaten en daardoor echt heel snel aanpassingen kunnen doorvoeren en met name kunnen gaan sturen op output. Je wil uiteindelijk, wij praten graag over intent-based infrastructuren, en uiteindelijk wil je een bedoeling kunnen volgen en kunnen meten. Wat wil je nou dat de gebruiker ervaart? Welke security-regelingen moeten nou daadwerkelijk van kracht zijn en hoe kunnen we die snel aanpassen als we daar wijzigingen zitten? Dus technologisch gezien waren we al daar om te kunnen supporteren, is het natuurlijk wel een hele grote shift en versnelling komen in waar dan in geïnvesteerd wordt door de markt en door onze klanten. Relatief minder in campus technologie op dit moment, in de grote kantooromgevingen. En natuurlijk relatief veel in connecteren, beveiligen van thuismedewerkers. En daar komt eigenlijk ook al gelijk de volgende stap in. En ik denk dat we dat tijdens dit gesprek al wel merken. Het managen van de last mile. Wie is er nou uiteindelijk verantwoordelijk voor dat kantoortje thuis? Of die dokter die op afstand zorg verleent? Of die leraar die vanuit zijn huis 30 of 50 studenten moet aanspreken? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Dat is eigenlijk de hamvraag waar we nu naartoe gaan. En dat vereist ook weer een andere stap in technologie. En ik denk dat we daar een hele grote trend in gaan zien. En stap 1 die we nu gemaakt hebben is zorg voor de connectiviteit. En dat doen op een zo veilig mogelijke manier. De volgende stap is hoe gaan we zorgen dat we die connectiviteit en veiligheid optimaliseren voor een versnelling in wat we zien in cloud workloads, in versazing van eigenlijk het landschap. Ik denk dat Martijn daar heel veel van ziet plaatsvinden. Dat vraagt een andere dynamiek. Maar we zien ook andere workloads voorbij komen. Als video de standaard is van samenwerken, dan betekent het dat de experience van video, ondanks dat ik thuis zit, top-notch moet zijn. Die moet top of the bill zijn. En iemand moet dat gaan borgen. En het interessante is, denk ik, we praten nu over een domein waar een heleboel factoren zijn waar we geen eigenaar meer van zijn. Het internet zijn wij natuurlijk als individuele gebruiker geen eigenaar van. De onderliggende lijnen zijn we geen eigenaar van. De datacenters van Microsoft, of de datacenters waar Microsoft gebruik van maakt, of Amazon of wie dan ook, of WebEx, daar ben je geen eigenaar meer van. Maar toch zul je moeten gaan garanderen aan jouw eindgebruiker die performance en die veiligheid top is. Daar ga je de trends in zien. Hoe ga je zorgen dat je die visibiliteit gaat krijgen, dat je die analytics daarop kan toepassen, dat je de time to innocence realiseert, dat je kan aanwijzen waar het probleem zit en ook daadwerkelijk backup maatregelen van lijnen wisselt naar een andere cloudpot schaalt. En dat zo adaptief en geautomatiseerd mogelijk. Ik denk dat dat de slag is. Echt het leven van secure connected experiences. Ja. Harald, ik denk dat je een hele mooie brug slaat naar een mogelijke ronde tafel naar de toekomst toe. Die last mile, wat uiteraard connectivity en networking raakt. Helaas zitten we inmiddels ver over onze tijd. Ik kijk inmiddels even digitaal naar Wietelt en ik ben bang dat ik hier nog een keer van op mijn kop krijg. Maar ik vond het zo'n geanimeerd gesprek dat ik ook de discussie even verder laten gaan. Ik wilde jullie allen bedanken als spreker om hier vandaag te zijn. En ik hoop tot de volgende keer bij een volgende Econix onder tafel. Mijn naam is Dennis Friedman, vaste moderator van Dutch IT Channel. Namens Wietelt Kopensky en het team achterop de kleine. Dank en tot de volgende keer.